Schrijfster Indra Hu heeft vandaag haar 20ste kinderboek, Het Hengelavontuur, gepresenteerd op de Nieuwe Christelijke School. Hu zegt dat geschreven verhalen heel belangrijk zijn voor de groei en ontwikkeling van kinderen. Volgens de schrijfster bestaat er een wisselwerking tussen de lezers en haar. Daarom kan zij doorgaan met het schrijven van kinderboeken. Ze zegt dat zoals zij de kinderen stimuleert om te lezen, zij haar stimuleren om te blijven schrijven. Hu benadrukt dat ondanks de technologie kinderen steeds gemotiveerd moeten worden om boeken te lezen. Als we naar school gaan, hoe dan ook, je hebt een papier, ook al heb je zoveel computers daar, je hebt een papier waaruit je moet lezen en leren. Dus stimuleer ze, blijf doorgaan. Techniek moet je meenemen, anders ben je achter natuurlijk. Ga samen, daarom heb je ook de e-books. Ik ben nu bezig met e-books, dus je hebt niet alleen dan de hardcopies, maar ook e-books. En geweldig, samen joinen en niet vechten tegen ze, maar samen joinen. Maar natuurlijk heb je de games. Jij moet jouw kind interesseren. Maak voor hen een schema waar aan die zich moet houden. Want lezen samen brengt je toch zo bij elkaar, ouder en kind. Het versterkt de band. Schrijfster Hu geeft verder aan dat ouders hun kinderen kunnen stimuleren om te lezen door aan hen voor te lezen. Ze begrijpt dat ouders het tegenwoordig druk hebben, maar voor lezen of vertellen vindt de schrijfster het belangrijk dat er tijd wordt vrijgemaakt. Horen jullie dat ook? Gaan we luisteren? Iedereen, gaan we luisteren? Horen jullie dat geluid ook? Alle jongens en meisjes? Alle mama's en papa's, iedereen? Ja? Nou, nee hè. Johan schrikt en kijkt hoe ver ze van het kampvuur zijn. Jerry ziet de reactie van Johan en vraagt, waarom kijk je zo geschrokken? Ik hoor het geluid vlakbij. Kom, laten we snel gaan kijken. Nee, ik ga niet, zegt Johan. En hij maakt aanstalten om terug te lopen. Kinderboekschrijfster Indra Hu. Ze heeft vandaag haar 20ste kinderboek, Het Hengelavontuur, gepresenteerd aan de leerlingen van de Nieuwe Christelijke School aan de Eddy Brumastraat.